Binnen Sneakers Incorporated maken jullie de producten niet zelf. Door duidelijke afspraken te maken met de fabrikant worden de sneakers op bestelling en vervolgens specifieke condities gefabriceerd. Deze afspraken gaan over jullie product en vallen onder bedrijfsbeslissingen. Bepaal welke kwaliteit tegen welke inkoopprijs er geleverd moet worden. Het aantal sterren vertelt de kwaliteit van de schoenen en toont tevens de inkoopprijs van de sneakers. De beste kwaliteit is echter nog niet te bestellen. Hier dient eerst een productonderzoek naar gedaan te worden, ook wel Research and Development genoemd. Productonderzoek is essentieel voor de middellange termijn, maar tegelijkertijd erg kostbaar en tijdrovend. Investeringen in productontwikkelingen leveren echter wel een duurzaam concurrentievoordeel op. Bepaal dan ook eerst het aantal onderzoekers dat jullie willen inhuren en vervolgens hoeveel budget jullie daarvoor beschikbaar stellen. In het blauwe vak. Onder de budgetbeslissing is vervolgens te zien wat de jaarlijkse uitgave aan onderzoek zal worden. Onderzoekers zijn in het eerste jaar dat zij het onderzoek starten minder effectief dan de jaren erna. Effectiviteit van onderzoek kan tevens worden verhoogd door de aanschaf van een machine. Bepaal nu welke onderzoeken dienen te worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het verlagen van de inkoopprijzen, het verhogen van productbetrouwbaarheid, het verbeteren van productkwaliteit of innovatie voor de realisatie van een nieuw model. Bedenk goed welk onderzoeksgebied het beste past bij het bedrijfsplan en de doelgroep die jullie willen bereiken. Wanneer de onderzoekers hun tijd moeten verdelen over meerdere onderzoeksgebieden, zullen onderzoeken langer duren en hoogstwaarschijnlijk nooit afkomen. Onderzoeken moeten volledig worden afgerond om het effect van het onderzoek terug te zien. De progressiebalk loopt van 0 tot 100 procent. De uitgaven aan onderzoeken kunnen fors oplopen en moeten gezien worden als investeringen voor de middellange termijn. Deze investeringen in immateriële activa zien jullie dan ook terugkomen op de balans zonder vaste activa. Ieder jaar wordt er een deel van deze immateriële activa afgeschreven. Hierdoor stijgen de jaarlijkse kosten. Bedenk hoe jullie deze extra afschrijvingskosten doorberekenen in jullie kostprijs. Nu volgen er nog enkele tips. Bedenk welk onderzoek past bij de strategie en doelgroep die jullie in het bedrijfsplan hebben vastgelegd. Onderzoeken dienen volledig te zijn afgerond om het effect van het onderzoek terug te zien. Onderzoek en ontwikkeling zijn forse uitgaven. Denk na over de financiering van deze investering en sluit zo nodig een lening af. Onderzoek en ontwikkeling brengt op de korte termijn kosten met zich mee, maar levert op de middellange termijn een concurrentievoordeel op.